De allerbeste wensen voor 2020. Ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne jaarwisseling hebben gehad. Jullie vingers er allemaal nog aan zitten, zodat jullie met die vingertjes kunnen abonneren en een blauw duimpje kunnen achterlaten. Leuk ezelsbruggetje, hè? Het lijden van de een gebruiken om er zelf beter op te worden. Ja, dat is mijn voornemen voor... Nee. Nogmaals, allerbeste wensen. Tof dat jullie het afgelopen jaar naar Never Ending Glory hebben gekeken. Laten we 2020 weer een fantastisch jaar ervan maken. Ik neem dit zelf op in 2019, dus ja... Ja, eigenlijk een soort tijdreiziger ben ik, hè? Eigenlijk wel. Eigenlijk niet, maar eigenlijk wel. We gaan vandaag een draftje doen. Ik heb alle icon swaps in de video van gisteren al gehaald. We hebben een goede rank gehaald in Division Rivals. De rewards moeten nog op zich wachten. Voor de rest hoef ik niet zo heel veel meer te doen. Mijn lijstje is al afgestreept met dingen op FIFA. Dus vandaag gaan we hopelijk een draft winnen. De rewards openen denk ik nog niet. Tenzij we er heel vroeg uitgaan en de pakketjes slecht zijn, dan openen ze wel. Maar ik hoop vooral dat ik nieuwe Prime Icons kan uitproberen vandaag. Een nieuwe icon in het nieuwe jaar. En anders Mark Overmars. Die heb ik al een keer gebruikt, maar die vond ik echt fantastisch. Ik hoop dat we die weer krijgen. Luis Figo, Socrates, Bergkamp. Socrates is niet zijn prime. Die zit misschien niet in draft. Maar Bergkamp is wel, die Bergkamp vond ik heel goed. En die kan ook in de spits. Wat zijn nieuwe Prime Icons? Nieuw jaar, nieuwe Icons. Noem het allemaal op. Kylian Mbappé. Tuurlijk gaan we die nemen. En dan krijgen we hier Neymar. En dan hebben we alweer een hele goede draft. Het begin ervan. Douglas Co. Nee, toch niet. Dan gaan we voor Mane. Mane. Kom op. Prime Icon. Wie zit er hierin? Niemand. Niemand zit hierin. Maar we krijgen wel Scream Aguero. En dat is godnonju een fantastische kaart. Oh, jongens. Hebben jullie nog goede voornemens voor het nieuwe jaar? Ja dan te nee. Ik wil in het nieuwe jaar iets minder werken. En meer vrije tijd. Nee, dat is onzin. Ik vind het allemaal lachen en prima hoe het gaat. En Kante zou top zijn hier op deze positie. Dankjewel. Die krijgen we. Link met iedereen. Fantastisch. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel goede voornemens. Ik wil meer sporten. Maar dat kon ik laatst niet doen, omdat elke keer als ik aan het sporten was, ik misselijk werd. Dus dan houdt het heel snel op. Sergio Ramos. Die is wel lekker, maar Van Dijk is ook helemaal niet verkeerd. Van Dijk is helemaal niet... We gaan voor Ramos. Andere centerback, Sol Campbell. Ja, een van de icon swaps. En het zou chill zijn... als hij goed is, zodat wij misschien ook kunnen kiezen. Dit is wel top, want ik geloof niet zo heel erg in hem. Ik geloof niet zo... Kapa, top. Nu hebben we een goede verdediging. Hij draait volgens mij echt als een tractor. Het is volgens mij echt een tank die je achterin je verdediging hebt. En dat is fijn als je het doel moet verdedigen, maar zodra hij de bal aan zijn voeten heeft, dan ben je volgens mij gewoon zwaar de lul. Keepertje. Iets uit de BBVA is al prima, maar wij gaan voor Prime Smigel. 3 Prime Icons erin. Bijna 100 teamgeest, 89 rating. 100 gaan we dan sowieso wel halen. Bernd Leno. Waarom ook niet? Ik weet niet, we gaan hem toch niet gebruiken, want we hebben Smigel al. Bonucci, Marquinhos, Dinje. Die kunnen we... Nee, we gaan voor... We gaan proberen de chemistry glitch te doen. Dat gaan we proberen te doen. Volgende verdediger. Matip. Gewoon voor de Premier League. Misschien krijgen we dan allemaal Premier League spelers. Denk ik niet. Maar je weet het maar nooit. Eriksen. Die is prima. Eriksen is goed. Die kunnen we dan op kam zetten bijvoorbeeld. Dit maakt niet zo heel veel uit. Dan gaan we voor de zoon van bekende Tour dan. Messi. Dit is lekker. Dit is heel erg lekker. Ja, Fekir, ik vind je een hele lieve jongen. Maar als we dan gewoon dit doen allemaal. Oh, wat doe ik nou? Zo, dan heeft Messi teamgeest. Die moeten we eigenlijk alleen nog... Nee, het gaat wel naar beneden. Maar goed, als Messi er staat, ja, dan moet je Messi wel gewoon in het team zetten, toch? Je bent gek als je dit niet doet. Rodri, dealing met Ramos... en met iedereen anders. Maar ja, we hebben niet zo heel veel aan Robertson. Nou, als wij hem kiezen en op de plek van Alba neerzetten en die twee omdraaien. Hoppakee, teamgeest erbij. Fantastisch. Ik krijg voice mail berichtje binnen. Walka. Nee, dat maakt niet uit. David Silva maakt ook niet uit. Dan gaan we voor een schaduwkaartje met Sané. En Sané zelf als super suppie. Garrett Bill, Neymar is top. Image. Ja, dit is wel top. Dan maakt het niet zo heel veel uit wat we doen. Dan kunnen we het weer... dan kunnen we het weer omdraaien. Want dan hebben we Alba met volledige teamgeest. Plus 9,95. Oké.
We hebben wel best wel wat spelers niet op goede teamgeest nu. Zoals een CVM die nog ontbreekt. Ja, daar kan ik ook niet zo heel veel meer van maken op dit moment. Maar dat maakt niet uit. Jorginho linkt met niemand meer dan Kanté. Dus dat gaan we niet doen. Schaduw Team Gestel. Dan proberen we dat wel op Coleman. En dan de laatste is een ook waardeloze. Maar we hebben Hunter. Dus dan doen we... Of Basic is misschien ook allemaal niet verkeerd. Een Basic Team Gestel. We hebben al Hunter. We hebben een paar Hunters. We hebben een paar Hunters. We gaan voor basis. Oké, volgens mij moet ik nu wachten met het kiezen van mijn manager. Ik ga even kijken hoe je die glitch doet. Ha, kijk. Het is gelukt. Ik had het een beetje anders gedaan, maar het is wel gelukt. Kanté heeft nu een schaduwkaartje. Sol Campbell had al een schaduwkaartje volgens mij. Dat heeft hem nu in ieder geval. Mané heeft Catalyst. Dat maakt niet echt heel veel uit, want die staat op de bank. Neymar heeft Deadeye. Mbappé heeft Marksman. Messi heeft Hunter als het goed is. Die hebben we nu aan hem gegeven. Bergkamp heeft Maestro. En dat was het volgens mij wel. Volgens mij hebben we niet heel veel meer... We hebben geen 100 teamgeest, maar dat maakt voor mij nu eventjes niet uit hoe die glitch werkt. Voordat je je manager kiest, zet je de chemistry styles van spelers die je wil op de positie van spelers die er staan. Wat wij bijvoorbeeld hadden gedaan is, wij hadden een speler met een schaduwkaartje op rechtsachter gezet. Die daar laten staan. Een Kappa gewisseld daarvoor. Dus stel je zou het niet opnieuw willen, dan moet je voordat je je manager hebt gekozen, klik je op Mane. Die heeft een Catalyst kaartje. Die wil je bijvoorbeeld aan Bergkamp geven, ook al hebben wij ze gewisseld. Dan druk je er zo op en als dat het enige is, dan kies je je manager. Skip niks, laat alles gewoon aflopen totdat het klaar is. Alle animaties van je manager kiezen en het eindscherm met je rating en hoe het allemaal werkt. Dan word je teruggestuurd naar je menu. Dat werkt bij Draft. Dan ga je uit FIFA, dan ga je weer terug naar FIFA. En dan zijn alle chemistry styles gewisseld. Nou, fantastisch hè? Was ik ook pas recent achtergekomen. Dus de eerste keer dat ik het heb gedaan. Dus het is allemaal goed gegaan. Ik zet de instructies en die stel ik eventjes in. En dan laten we een draftje gaan doen. De eerste tegenstander van de nieuwjaarsdraft, opgenomen op het oude jaar, heeft Zidane. Zo, poeh, die heeft 96 Zidane. Poeh, dat is... Oh, dat is goed. Poeh, dat is goed. Oh. Het is alleen jammer dat wij geen Mark Overmars hebben. Maar wel... De GOAT, Messi, Leo, Messi, 1-0. Oh, daar gaat Messi en hij scoort voor mijn tegenstander. Sol Campbell, kon er niet bij. Aguero, Messi, Dennis Bergkamp. Boom, 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 Dennis, Big Dennis. Ah, kloten, er komt iemand de post ophalen. Klote, het is 2-2. Angelo. Oh, jongens. Angelo. Nou, je lost je connection. Huh? Ja, hallo. Het is niet de bedoeling. Nou, opnieuw die eerste tegenstander. We stonden 2-0 voor. Hij scoorde twee keer. Want ja, ik kon niks doen. Mijn pauze was al afgelopen en alles. Oh nee, hij had maar één keer gescoord. Hij had maar één keer gescoord, want het stond natuurlijk 2-1. Hij had één keer gescoord, de pauze was voorbij, nog niet afgetrapt. Dus eigenlijk valt de schade wel mee. Ik had mijn batterij van mijn camera zo hier tussen gelegd, tussen mijn twee dingen, zodat ik niet gekikt werd. Kleine glitch, kleine real life hack. Maar goed, ja, mocht niet baten. Helaas. Ik had het idee dat we die nog wel hadden kunnen winnen. Goed, volgende tegenstander heeft ook Zidane. God, non nu, wat een lekkere speler om te hebben in je draft. Bergkamp, ja, die hangt dan ook natuurlijk. Tuurlijk hangt die ook, ja. En dan langs. Afleggen op Mbappé, dankjewel. 2-0, 0-2, goed zo. Sleepy. En dan langs. En ook daar langs. En dan de korte hoek. Hoppakee, Mbappé 0-3. Lief nou, maatje. Sleepy. En dan langs, want Thiago Silva gaat dat niet bij kunnen houden. Ja. Juju, 0-4, dankjewel. Volgens mij heeft... Nee, Mbappé heeft ze niet allemaal gescoord, toch? Zo, wat een controle. Wat een control. Wat een control bij Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Boom. En 0-6. Oké, hij drukt nu op pauze. Bij 0-6 denkt hij, weet je wat? Dit gaat niet meer lukken. We kwitten. Mooi. Volgende wedstrijd. De volgende tegenstander heeft een oké team. Het is niet heel geweldig. Normale Wijnaldum. Scream Kroos niet heel goed. Ben Yat. Die waarschijnlijk wel gaat wisselen. Lijkt mij. Ronaldo niet op volledige team. Ja. Verdediging is wel goed. Middenveld iets minder. Nou, Ronaldo is ook goed.
Bergkamp op Messi. Kanté op Mbappé. Oh, ja, rebound. Hoppakee. Raar kopballetje. Ik wilde eigenlijk dat hij sneller schoot. Toen hij schoot, maar toen schoot hij te laat. Blokte Ramos hem. Rebound, kopballetje. 1-0. Ja, Bergkamp, tuurlijk. Tuurlijk hangt hij dan. Tuurlijk, als Dennis aan de bal is goed. Wat kan hij goed schieten, zeg. Bergkamp, groene bal op Mbappé, Lautaro, Mbappé, Kylian. Op Messi, aannemen, schieten, tuurlijk. 3-0. Hij gaat hem terugpassen en dan kan Campbell er niet tussen zitten, maar dan is het Schmeichel die hem redt. Mij redt eigenlijk. Zo, wat een dribbelwerk. Hoe dan weer op papa? Kijk, dat is nou het enige ding, hè. Dat is het enige ding. Als je Aguero en Bergkamp vergelijkt. Volgens mij hebben ze allebei hoog medium. Aguero heeft iets meer pace, maar niet zo heel veel. Ze hebben allebei rond de 90 shooting. Rond de 90 dribbelen. 4-ster hebben ze ook allebei. Terwijl mijn tegenstander scoort. Als je die twee vergelijkt. Ik weet niet wie er duurder is. Kan ik ondertussen even doen. Terwijl mijn tegenstander pauze drukt. Misschien dat er iets gaat veranderen. Is de tactiek geen idee. Bergkamp kost 1 miljoen en Aguero kost ook 1 miljoen. Ze zijn even duur. Oh, dan klopt het wel. Als ik moet kiezen tussen die twee, hoe je het went of keert, zou ik eigenlijk liever Aguero willen. Aguero heeft meer jumping, Aguero heeft meer stamina, Aguero heeft meer strength. En het dribbelen gedeelte en alles en hetzelfde. Oh, Bergkamp heeft medium. Oké, ja, dan is Aguero beter. Dus dan heb je een prime icon Dennis Bergkamp. Maar toch, als ik zou moeten kiezen, zou ik liever een speler kiezen die nog op dit moment aan het voetballen is. Een niet-icon. Het is weliswaar een screenkaart en een hele goede. Maar wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Ja, Bergkamp is een hele leuke speler. Maar het is niet een speler, tenzij je echt fan van hem bent. Fan van Arsenal bent of van Ajax bent geweest. En bij Inter heeft hij natuurlijk niet heel lang gespeeld. Maar tenzij je echt daadwerkelijk fan bent voor Bergkamp, zou ik toch liever een speler kiezen die eigenlijk even duur is. En niet eens beter hoort te zijn. Als in een icon hoort gewoon altijd heel goed te zijn, toch? Nu gaan we lekker een skill golazo scoren. Met Neymar. Een akkaartje. Een three-touch roulette. Gevolgd een assist op Kylianus. Kun ook weer door, papa. Chippy. 6-1. Ga naar weg. Ja, bij 6-1 ga je wel kwitten. Ja, ik snap het ook allemaal niet meer, hoor. Goed, volgende ronde. De volgende tegenstander. Sterling zonder teamgeest in de spits. Eriksen en De Bruyne zijn goede kamps. Maar niet snel. En dat heb je eigenlijk wel nodig voor die posities. Pogba ben ik ook niet heel erg van overtuigd. Dan heb je Balleggo. Volgens mij daar centraal ook niet heel goed. Het zou me niet verbazen als hij veel gaat wisselen. Eriksen eruit. Messi in de spits. Neymar in de spits. Ronaldo in de spits. Iets in de spits. White Rose. Oh. Hebben we te maken met een Mr. Robot fan? Als dat zijn teamnaam verklaart. Salah, Messi, Hazard, Mané, Ronaldo. Ja, de kans is groot dat hij een paar van die spelers erin gaat zetten. Neymar op Mbappé. Ja, keeper komt uit. Nu moet die bal goed zijn. Bergkamp. Dennis. Hele grote klasse. Op het moment dat de druk hoog is. Mbappé op Bergkamp. Bergkamp. Dennis. Wordt eruit gepeest door Pogba. Maar toch weer niet. Maar toch wel, maar toch weer niet. Kunnen wij een doelpunt scoren met Messi? Dat kunnen we zeker. Vrij trappen, wonderbaar. Wat zit die er lekker in? Ah, die gaan we eventjes terugkijken in de haling. Zit een beetje een curve aan. Oh, wat lekker. Wat goed. Wat een heerlijk doelpunt. Bam, 2-0. En de scheidsrechter fluit af. We winnen 2-0. Heerlijke vrije trap. Ja, die wil ik eventjes in de herhaling zien. Die wil ik heel eventjes in de herhaling zien. Want volgens mij was dat een lijpe nukkelbalachtige vrije trap. Die zat er ontzettend lekker in. Die gaan we eens eventjes vanaf achter bekijken. Buitenkantje links. Eerst naar buiten, dan naar binnen. Recht in de kruising. Keeper kansloos. Keeper echt kansloos. Oh, wat lekker. Goed, naar de finale. Ja, fantastisch. Nee. Ah, ik speel nu tegen iemand met een guest en dat wil ik niet.
Dat wil ik niet. Daar houd ik niet van. Ik kon ook niet meer terug. Ik was al op Ready en toen als een guest toegevoegd, dan zei ook, waarom is het niet zo dat je, als je een guest toevoegt, dat alles weer gereset wordt? Oh, als je in de finale zit met een guest, dan betekent dat je het eigenlijk best wel goed kan samen. En dan is het gewoon kut. Want als je tegen twee mensen moet die het goed kunnen samenspelen, dan is dat gewoon veel lastiger dan tegen één iemand. Ja, geen wedspel. Keeper komt uit. Bal rolt langs en dankjewel. 1-0, hoppakeetje. Dat is wel het ding. Als je met z'n tweeën bent, lopen elkaar op te naaien en dan breng je de keeper uit. En dan kan ik gewoon rustig blijven. Gelukkig, 1-0. Ja, Aguero. Boom. Rebound. Geen wedspel. Heel veel geluk. Wat een kut goal. Maar wel erg lekker. I'll take that. Mbappé. Moet doorlopen nu. Die krijgt die bal terug. En dan passen wij op Aguero. En dan scoren wij de 0-3. Hoho, lekker. Geen buitenspel. Geen buitenspel. En dan weet ik niet wat zij doen met een keeper. Ja, prima. Pauze. Gaan ze kwitten. Met z'n tweeën. Twee keer de kans dat iemand denkt, ik heb er genoeg van. Ja, dat hebben ze. Mooi. Top. Klaar. Ja, 0-4. Fantastisch. Wat goed. Wat een klinische draft. Wat een ontzettend klinische draft. Behalve het eerste wedstrijdje. Dat we twee keer moesten spelen omdat ik de deur open moest doen. Wat krijgen we voor pakketjes? We krijgen een Rare Players Pack en een Gold Pack. Dat is een 50k pack volgens mij. Dat is helemaal niet verkeerd. Een Rare Players Pack. Ja, 50k pakketje. Wat lekker. En een Gold Pack. En een Gold Pack, ja, die heeft maar één rare en een aantal non-rares. Dus ja, die gaan we gewoon openen. Maar de 50k pack bewaren we uiteraard voor Team of the Year. Want we zijn pakketjes aan het stacken. En dan is zo'n 50k pakketje helemaal niet verkeerd om op voorraad te hebben. Hier zit helaas niks bij. Maar goed, prima. We doen het voor het 50k pakketje. Ja, want dat zijn bedankt voor het kijken. Blauw duimpje top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. De beste wensen nogmaals. En ik check jullie allemaal later. Joejoe!